U kijkt momenteel naar Studenten-TV Amsterdam. Naar mij. Hallo. Mooi, hè? Knap, hè? Ja, ik weet het. Je kunt het ook opnemen op video. En hier zeilen, of René en ik hebben wel eens met hun gewerkt. Dat was voor het programma Fietsen in de jaren 80. Dat was in 89 op de VPRO, dat was een zomeravond. Toen hebben we in één dag 12 minuten met hen opgenomen en we hadden nog nooit met ze gewerkt. En dat was nu zo vreselijk goed bevallen. En zo ging het weer. En dat is, die mensen die hebben bijna dezelfde humor of geen humor als wij hebben. En ze denken hetzelfde. En eigenlijk loopt het vanzelf. Ik liep net met een paar journalisten liep door het gebouw heen en meteen 5 moppen. Wel, kijk, het is zo dat wij Luc Zeebroek, Kamahurka, een jaar of 2 geleden hebben leren kennen en we hebben samen een radioprogramma gemaakt voor Studio Brussel. Voor de Franse radio. En dan zijn we heel vaak samen gaan optreden. En dat klikte goed. En nu mogen wij meespelen in zijn televisieprogramma. Ze wilden eigenlijk alleen nog maar met ons werken, omdat bij de BRT zijn ze zo afgeknapt en op hun manier van werken. En je ziet onze manier van werken is niet zo de manier zoals de meeste televisie wordt gemaakt. Weet je, of zeg van nou op de schouder alles en je hebt gezien wat het improviseren soms is. We luisteren dus wel naar je. Ja. Als jij zegt, nou is het... Ik snap niet waar René en ik die autoriteit aan te danken hebben, maar ze hadden het gevoel ook van, ja, dat die stijl van werken die we in de documentaire en reportage dingen in de loop van 10, 12 jaar hebben geleerd, die passen we gewoon onbewust toe op hun. En zij vinden dat heerlijk. Want ja, 12 afleveringen, 340 minuten. 70 dagen draaien. Nou, tel maar uit, dus je moet echt rammen. Waarom doet u mee aan grappige programma's? Daarom maak ik grappige programma's. Maar ik weet niet of ze grappig zijn. Maar dat is wel de reden waarom ik ze maak. Tuurlijk, ze zijn allemaal natte dromen. Ik heb en ook wel jongensdromen. Alhoewel die twee misschien heel dicht bij elkaar liggen. Zeker als je aan de kust woont. Of allemaal in orde op elkaar. Zeg, Herzeer, heb jij nog iets gezien op tv deze week? Ja, gisteren heb ik op tv een documentaire gezien over Thaise prostituees die met hun schaamlip een sigaret kunnen roken. Leuk, zeg. Dat is toch heel erg. Ja, dat vind ik ook. Eentje had al 3 keer proberen te stoppen, evenwel zonder succes. Waarom? Verslaafd. Geen idee, het lukt mij niet. Maar nu gaat het lukken, denk ik. Ik heb haar aangeraden. Pruimtabak te gebruiken. Ja, en als die pruimtabak niet lukt, kan ze altijd overschakelen op nicotinekauwgom. Als
hebben we studententelevisie wel die ingevallen borstjes gezien van die Belgen? Ze zijn allemaal vegetariërs. Ingevallen borstjes van vegetariërs. Kijk, gewoon een asbakje. Ik heb daar geen probleem mee. Ja, die schrijven dan zo'n asbakje. Dit is de plek waar ik altijd afspreek met de knappe vrouw. Dit is het. Dat past precies een tit in. Dat past een goede tit in. En de begintercursus begint in het theater. We hebben hierboven dus een theater, dat spelen we tenminste. En in het theater wordt dus aan de mensen uitgelegd waarom ze er niet bij zijn met bijvoorbeeld hun haar. Dus de voorbeelden hoe het allemaal niet moet. Ja. En dan geeft de cursus dus via doe zo, hoe zo, waarom. En daarom lessen geven ze dus de aspirant televisiecursist en cursusboeklezer de gelegenheid hun leven te vervolmaken door blij te zijn met wat ze hebben. Wat wellicht uit zou kunnen monden in natuurlijk allemaal blije mensen. En dat is natuurlijk, daarom komt er weer een cursus van rot op met iedereen volgend jaar. Gaan jullie mee? Ja. Hey, moet dat niet allemaal teruggezet worden? Vanmorgen zouden we iets opnemen. Dat heel relaxed moest, een soort underacting. Wij zijn gewend, eigenlijk gekend als overacteurs die veel overacting doen, overdreven acteren. Vanmorgen zouden we heel onderkoeld acteren, maar het lukte niet. Ik weet niet, de regisseur hier had de neiging om ons telkens weer dingen te laten doen die niet passen in underacting. Bijvoorbeeld terwijl je spreekt een trui uit doen, maar de underacting is gewoon zoals ik nu aan het praten ben. Hè. Ja. Je mag dat niet forceren. Het is iets nieuws voor ons, maar ik vind het wel, persoonlijk vind ik het in deze tijden wel nodig, underacting. Want dat overacteren zoals we nu op de set aan het doen zijn, ik vind het allemaal een beetje verouderd. Ik hou er niet zo van. Wat is de humor voor jou? Ik bedoel, kan je dat definiëren, zeg maar? Ja, van hele kleine dingetjes die je ziet. Micro dingetjes, iets macro's doen. Het klinkt misschien heel pathetisch en belachelijk, maar als ik wat zie, dan kan ik daar meteen de lol van inzien. Bijvoorbeeld Kamagurken, die heeft zoiets als ze vertelde mij, als ik in de supermarkt loop, dan merk ik op dat 80% van wat er in die supermarkt ligt, binnen 3 weken in stront verandert. En dat vind ik fantastisch. En zo denk ik ook een beetje. En zo hebben we ook reportages gemaakt, René en ik, van hele kleine dingetjes aanpakken om iets groters op het spoor te komen. En wat dus nu is geworden, dat is een totale mix van Belgische humor met Nederlandse zakelijkheid. Waarom is dit humor? Ik lach met de tering. Zelf. Een beetje, kan je uitleggen waarom? Dat je het dan. Dat kan je uitleggen. Ik bedoel, humor, dat is zo persoonlijk. De een houdt van André van Duin. Kan ik ook best eens om lachen hoor, maar ik kijk er niet naar. In principe, of niet in principe, maar dat gaat altijd allemaal voorbij. Je ziet het wel eens, anders kun je. Hè, maar hier, dit vind ik gewoon echt tophumor. Bizar, het is. Het is zeer vervreemd. Het is heel absurdistisch, surrealistisch. Alles wat je. Zit erin, denk ik. Maar bijvoorbeeld Peter van Herzeel is voor mij iemand nieuws. Ik kende die daarvoor niet. En die is gewoon al. Grappig van bij zijn geboorte eigenlijk, zo, je moet daar gewoon met die kop lachen, met zijn fysiek. En ja, dat is soms wel moeilijk. Ik zie dat vooral in de eerste aflevering, dat ik echt zo, ja, Etienne is zo'n heel strak figuur en dat ik dan zo tussen mijn tand zat lang. Ik vind het eigenlijk niet mooi, het past eigenlijk niet. Dat je met je eigen grapje staat te lachen. Het belangrijkste is dat wij in feite ontzettend saaie mensen zijn. Wat je misschien merkt nu. Ik voel dat wel, ik voel me ja. Nee, je wordt niet betaald om een saai te doen. Hè. Je wordt betaald om grappen te bedenken en een ozel te doen, maar in het dagelijkse leven. Ja, dat bedoelt hij. Zet ik nooit maar poppen op mijn schoot die fake sigaretten roken zo. En ik ben een tamelijk beschaamde mens. Verlegen bedoel je? Verlegen. Beschaamd, zei je in Nederland? Beschaamd? Verlegen. Ik had je hier helemaal niet verwacht. Vandaag zijn we bezig met een opname hier in deze bierbeurs, waar we een interview hebben met een kleurboekenauteur. Die omwille van zijn kleurboekenauteurschap
op de andere boekenbeurs, de echte boekenbeurs eigenlijk, in elkaar geslagen is door een bende kleurenblinden. Die niet nemen dus dat hij daar met kleurboeken een eigenlijk discriminerend genre in hun ogen dan. Jullie komen mij dan nog eens filmen en wat vragen stellen en zo. Op de